Twee fietsers raakten dinsdagavond gewond na een aanrijding met een auto op de Kievitsweg in de gemeente Ridderkerk. De politie heeft de automobilist gearresteerd voor het in strijd zijn met artikel 8 van de Wegenverkeerswet. De bestuurder van de auto reed onder invloed van alcohol ten tijde dat hij deze twee personen aanreed. Het echtpaar stak rond 7:30 de Kievitsweg over en werd geschept door de auto. De man liep hierbij schouderletsel op zijn vrouw, diverse kneuzingen op haar lichaam. De bestuurder van de auto moest na de aanrijding een blaastest afleggen. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn en werd direct gearresteerd. De slachtoffers zijn voor nader onderzoek en behandeling naar een ziekenhuis overgebracht. Naar de exacte toedracht van de aanrijding stelt de politie een nader onderzoek in.